What's up, strijders? ED Alliantie, ik ben Erik en welkom bij een nieuwe aflevering. Voor Rise of the Tomb Raider, vorige aflevering kwamen we hier aan. En nu gaan we lekker verder. Het is even een pootje geweest, sinds ik deze game heb gespeeld. Ik moet een soort van catch-up in Bioshock, dus... Als je hier nog meuk die ik kan doen, nee zeker niet. Er is nog een heleboel meuk die ik moet doen in Rise of the Tomb Raider. Of ja, in Rise of the Tomb Raider, ook in Rise of the Tomb Raider, maar ook in Bioshock. Vandaag zijn april. It's a wonder this place is still standing. Heel eng. Maar ik was ervan, ik ga vandaag een smite eten, dus, of nee, smite eten, ik ga vandaag een YouTube talk opnemen. En dan ga ik doen echt zo van, oh kijk mij, ik ben een pranker. En ik ga jullie keihard laten jumpscaren. Hoe duif ik ook alweer? Hou zo. En het was zo van, yo, ja, ik ga jullie echt keihard pranken en keihard laten jumpscaren in het begin van de video. En toen was ik zo van, yo, ik ga deze video even opnemen. En precies op het moment dat ik zeg maar uit bed kom vandaag, keiharde last van mijn rug, bro. Echt, oh jongen, dit is echt heel kut. Dus ik heb heel erg veel last van mijn rug. En dus heb ik niet heel veel, zeg maar, zin om een in real life video op te gaan nemen. Ik heb al moeite genoeg om hier te zitten met mijn fucking computertje. Dus ik ben blij dat ik een video eruit kan pompen vandaag hopelijk. Geothermal Valley. Dus ik ben al blij genoeg dat ik er een video uit kan pompen vandaag. Laat staan een Rise of Tomb Raider'tje. Moet gewoon kunnen. Dus sorry. Volgend jaar zou ik een poging doen tot ja, meer mijn best doen ofzo, weet ik veel. Je kan niet te veel verwachten van een part-time YouTuber, part-time student. Ik heb vandaag ook al fucking veel moeite gehad om het op school zitten, dus... Ik ben wel blij dat ik überhaupt een videootje op kan nemen. Maar er moeten video's geproduceerd worden, boys. Ik ben namelijk al een aantal weken zwaar door mijn video's heen. En ik ben de hele tijd aan het strijden om al mijn video's... gewoon elke dag een video te uploaden. Dus er moeten video's opgenomen worden. Ja, en wie kan dat natuurlijk beter dan het beste member van ED Alliantie. Dat ben ik, hè. Want ik ben tevens het enige lid van ED Alliantie wat zeg maar het enige kanaalbezitter van dit kanaaltje. Dus er kan er maar eentje zijn, hè? Hallo? Oh. Stop right there. Uh-oh. Easy. Easy. You know I'm not with Trinity. Why should we believe you? I escaped with one of yours. A man named Jacob. Where is he now? We were together, but we got separated in the mines. She killed him! No! No, 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 no! Jacob would never trust an outsider. Please, listen, I am not your enemy. I warned you. You should have left. Luister nou. Sophia! Enough! Father! I thought I lost you. I'm glad you made it out of there. Tuurlijk, ik ben Lara. Forgive Sophia, she is cautious. In her position, I'd be the same way. What did you find out? Trinity is coming in force. We must prepare. Her? She's a friend. On my word, no harm will come to her. These ruins. We must be near the Prophet's lost city. Come. We do not have much time. Ooh, eng, hij weet het. Hij weet het. Near the weapon stores. Secure the battlements. Go. Now. They're almost here. But we're outnumbered. The children and elders are vulnerable. Go. Get them into the catacombs. Light the fires. The valley must be alerted. Sophia, must shit. Then meet me in the upper village. Don't disappear again, father. Ik vind dat niet echt haar dochter, man. Ze lijkt niet. If we had more time. Later. For now, I'll do what I can to help. Die man is wel echt de kast, ook. Kijk nou waar, hoe klein ze is. Hele enge. Investigate the valley. Maar boys,
Er is geen volledige los vanuit het 1D Alliance kamp. Want er zijn een aantal leuke dingetjes. Kut. Hoe denk ik ook weer aan attack? Attack! Oké, okay, niet zo. Whatever. F? Kijk, heb eens. Ik kan zeggen, daar kan ik misschien er doorheen. Maar het is niet alleen maar shit geweest in het 1D Allianz kamp, jongens. Zo. Zo heb ik hele dagen... Dit werkt niet echt, hè. Misschien is het een idee om met mijn AK'tje erop te knallen. Hoppa. Zo heb ik de afgelopen dagen heel veel tijd besteed als Smite Agent met. Dus ik heb heel veel Smite Agent met opgenomen, boys. En daar gaan we de afgelopen tijd even flink van kunnen genieten natuurlijk. Smart Engine met. Dus ik heb nu 3 video's klaar liggen. Kijk, mijn grootste struggle op dit moment is dat Smart Engine met niet meer kan... of niet meer volledig uit nieuws kan bestaan. Ik ga trouwens deze city nog wel een keer raiden op het moment. Of meuk doen in deze city op het moment dat ik iets meer tijd heb. Dat doe ik tegen die tijd wel. Die kant op. Optional challenge tomb. Ik moet die kant op. Kan ik even de map checken? Het is dit. Challenge tomb. Goed minuut. Ik wil die kant in ieder geval wel op. Dus laten we die kant gewoon lekker opgaan. Lara, I'm sorry if Sophia was less than welcoming. Boeien, ruur, boeien. I understand. I'm just glad you were there to vouch for me. My people have spent decades fighting outsiders. It's not an easy habit to break. See if you can lend a hand with the preparations. A little hard work would go a long way towards building trust. I'll see what I can do. Nou, we gaan gewoon lekker naar deze missie toe. Boeien, ruur, boeien. They will likely come from the air. Jacob is assembling fighters in the upper village to draw their attention there. The children and those too old to fight will be safely hidden in the Acropolis catacombs. I will go there once things are in hand here. You said they were heavily armed. How can we expect to beat them? The fight will not be won in open combat. They will hit us hard and fast, and we will take losses. They hope to crush us in their initial assault, but we will turn their eagerness into our advantage. This will be a long engagement. If we hope to survive, we must wear them down slowly, strategically. We will bleed them from 100 cuts until they have nothing left. Hey, rustig. Only then will we be victorious. For now, we light the fires, warn the others in the valley. Today, we win by surviving. Gather as much ammunition and supplies as you can. Hide them in the caves and ruins. When you've completed your duties, rendezvous in the upper village. Understood? Yes. The hour. Understood. Good. Now go. The prophet be with you. Maar ik kan voor Smite Agency Mitjes. Hello there. Voor Smite Agency Mitjes is mijn grote probleem dat ik nu dus geen, edits kan maken. En dat is het grootste gedeelte van mijn hele Smite Agency Mit. De edits. Ja, en dat kan ik nu niet meer. Maar we gaan wel even een paar upgrades doen. The people they're hurting. That's down to me. I led them here. God, it's happening again, isn't it? People are suffering because of my actions. No, no, you can't think like this, Lara, or you. Ja, Lara, je hebt allemaal verneukt. Trinity would have found this place sooner or later. At least I have the chance to help stop them. Of getting to the divine source first and using it to benefit the world rather than cause more pain and suffering. Lara praat lekker over hoe kut ze shit doet en zo. I could use your help. Our people are spread thin across the valley. If you light the signal tower, they'll know that the danger is imminent. I'll do what I can. Once the fire is lit, they'll know what to do. Even kijken. Naar de overkant dus. Maar hoe de fuck moet ik daar komen?
Oh, kan hierheen. Makkelijk. Dus ja. Maar ik heb wel eens mijn Digibits klaar liggen. En Bioshock ben ik, moet ik nog opnemen. Maar dat komt tegen de tijd goed. Ik moet eerst even mijn project afmaken. Dat is waar ik voornamelijk de afgelopen dagen mee bezig ben geweest. Het feit dat ik een project heb. Ik moet voor mijn derde blok voor school een project afmaken. En dat heeft iedereen in mijn klas gehaald, behalve onze groep. Dus dat moeten we even fixen. Maar de feedback die we tot nu toe hebben gekregen is vrij duidelijk in wat we moeten verbeteren. Dus dat moet allemaal goed komen. Ik heb er vertrouwen in. We hebben een sterk groepje en goede communicatie. Dus het moet goed komen. Ik heb vertrouwen. Ik heb meer vertrouwen dan aan het begin van het project. Want aan het begin van het project dacht ik echt dat ik een kutgroepje had. Maar dat valt toch echt uiteindelijk reuze mee. Oh, kut. Oh, wat de hel. Oké, ik blijf hangen. Ik blijf definitely hangen op die steen. Ik voel me genaaid. Maar gelukkig heb ik een save point. Heel makkelijk. Zo. Een beetje kruipen. Dit is hoe lang het werk gaat. Prima baantje. Beetje mooie... Mooie gebieden scavengen, een beetje doodgaan. Op alle gebieden je nek breken, gewoon echt elke keer. Dat is het enige wat Lara ook echt goed kan, gewoon haar nek breken. Dus ja, weet je, iedereen heeft zijn eigen talent. En belangrijk is dat toevallig het breken van al haar botten in haar lichaam. Moet gewoon kunnen. Wat is dit voor luxe? Wat is dit? Oil flask. Fire arrow crafting. De oil flask allows you creation of fire arrows. Fire arrows can ignite cloth, explosives and non-armored enemies. Select the fire arrows by pressing 1 multiple times until the fire icon is shown. Crafting for arrows requires cloth, oil and normal arrows. Duidelijk. Is er nog andere meuk die ik hier kan vinden ofzo? Kom je daar naar boven? Is dat waar we naartoe moeten, meid? Kom ik hier vandaan? Ik kom hier vandaan. Dan is dit de route. Nee, andere kant. Ja, dat vind ik gewoon lullig. Ik weet niet of je dat zegt, maar dat vind ik nou, dat vind ik gewoon echt lullig. En er komen meer Smite Energy Mids aan. Niet alleen degene die klaar zijn, die ik al heb opgenomen. Maar ik ga proberen zoveel mogelijk Smite Energy Mids op te nemen, Bos. Die serie moet een keer afkomen. Er zitten nu 101 goden in de game. Lijkt mij een strak plan om ergens dit jaar eindelijk een keer op de 50 te komen of zo. Zou ik wel heel nice vinden als dat mij zou lukken. En heel veel vertrouw ik daarna ook weer niet in. Want 50, dat is 25 afleveringen. Dat is best wel veel. Oh, eng. Piel. Ja. Tegen dat touw, really. Wat? En dan 1. Oh zo, hey, hebba. Makkelijk. Toen stond alles in de hands. Tudududududu. Makkelijk. Meet me in the upper village. I'm gathering our forces here. All right. En toen regent het ook gelijk. Zit er gelijk voor een olievat. Moet gewoon meenemen. Hebben we zo alles? Seems like it at least. Ja, hebben ze. Pew. Juju. Erg makkelijk. Hey, een lootbox. Die nemen we voor mij. Maar ik wil gewoon heel veel Smite Energy Mids maken, man. Bolt Action Rifle Component. Geweldig. Even kijken, we moeten hier naartoe. Duidelijk. Dan gaan we naartoe. Q. That will show us the way. Hey. Kan ik deze lezen? Level 7, jezus. Dat is even rustig, man. Hi, ik ga hier voorbij, Charles. Jacob, helicopters are headed your way.
En toen was Jacob weer pleiten. Ik ben aan het rennen. Lara, je moet zwemmen, bijt. Dit is goed voor je voor team. En je team mijn taak rijdt. Let op, het stort allemaal in. Oké. Dan is het heel hard rennen, een beetje zwemmen. En mensen doden. Where is the divine source? Zo. Stop! Don't hurt anyone else! Where is it? Wait! Wait! There's a map. The Atlas. It will show you the way. Slimmer man. Okay. Tell me about this Atlas. Hey. Makkelijk. They shot him right in the fish with a shotgun. Pump action shotgun. Let's go, bitch. Why, Sam? I'll fucking give it to you. Ik kan hier wel van genieten. Wat is jouw probleem? Jij hebt ook nog wat? Hier, vang een kut. Even looten. Ik zie pijlen, ik zie een moertje. Ik zie olie en ik zie heel veel shotgun kogels. Shotgun mij niet. Wie denk jij wel niet dat je bent? Oh, eng. Wil je wat? Jij wil ook nog wat? Jij wil nog wat? Er zijn veel mensen. Pew! 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 Meer shotgun shells. Kom maar door. Meer meuk. Oh, dat is een vlammenwerper. En hoe ga ik deze gast neerknallen? Oké. Oké, hoe ga ik dit fixen? Nee, ik merk het dat het niet werkt. Ik moet lekker rondjes rennen. Hi ha ho. Oh kut. Ai ai ai. Even healen. Ik moet zijn gasflessen op de achterkant van zijn ding hebben. Hi de beam. Makkelijk. Erg simpel. Dit is toch echt een andere outpost. We've been overrun by the natives. Croft is with them. Several casualties. Men are dead and scattered. Armbankje. We should have killed her. You have nothing to show for your efforts. Perhaps she'll succeed where you're failing. I will not fail. Trinity will step in if you do. And you know what that means? I'm expendable. They have no interest in my survival. I need the power of the source. And you will have it. Don't lose faith, Anna. Jawel, doe maar wel. Our success is inevitable. God's will. Nee, Lara Croft, bitch. Please.
Just find it. My time is running out. Heel hard bidden. I've come so far. I've endured so much. These final barriers you have set before me. These sins you have forced me to commit. They must have a purpose. Only you can show me the way. Grant me strength to continue for her. For you. For Trinity. Show me the way. Show me the you do not know the way. Hij heeft behoorlijk hard geknippen. Ja, als je hard in je hand knijpt, dan gaat het bloeden, pik. Als je zo'n fucking steekwond in je hand hebt. Are you fucking retarded? Hey, hi, you get him. Stay with me. That is a generic soldier aim. It's our chosen path. Our duty. It's never been easy. I understand what it's like to lose people. Trinity won't stop, will they? I doubt it. They have many resources. And the Atlas? It's an ancient map to the old city. The Trinity won't find any of that tower. Many of my people live in those ruins. They won't be prepared for what's coming. I can help them, Jacob. Will you do this for us? Or for that which you seek? Right. Bye, dear. One and the same. I'll be back with reinforcements after I've tended to the wounded. Hey, dat zijn generic soldier 45 en 3. Geweldig. Yes. Mensen, bedankt voor het kijken van deze aflevering. Like, abonneer, reageer en deel het met je vrienden. En dan hoop ik jullie volgende keer weer te zien bij een nieuwe aflevering van Rise of the Tomb Raider. See ya!